We staan momenteel bij Queen's Palace en we gaan praten met mevrouw Brug en Amisha, omdat we het gaan hebben over beautybehandelingen bij de vrouw, waarom het belangrijk is dat je voor jezelf zorgt, hoe je met je haartype moet omgaan, want eigenlijk schuilt er veel meer achter dan we zelf denken. Welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. Mevrouw Brug, we zitten vandaag hier. Dank u wel dat u tijd vrijgemaakt heeft. We gaan het voornamelijk hebben over hoe belangrijk die zelfcare is voor jou als individu. En dan niet per se vrouwen, maar ook dan bij mannen, kinderen. Jullie hebben 25 en 26 maart een evenement. Wat houdt het precies in? Nou, tijdens dat evenement is het de bedoeling dat men een beauty life experience komt opdoen. Zoals je aangaf, mannen, vrouwen, kinderen, ze zijn allemaal welkom. Er is voor ieder wat wils en het gaat erom dat ze niet alleen haarverzorging komen, want men kent me voornamelijk van haarverzorging, maar niet alleen de haarverzorgingsindustrie zal aanwezig zijn, maar echt de gehele schoonheidsverzorging. Dus gezichtsbehandelingen zullen er ook zijn, nagelverzorging komt aan bod, pedicure, manicure, massage, zelfs hair removal door middel van lasertechnieken. En we gaan ook heel erg educatief bezig zijn. Dus er komen lezingen over hoe je je haar op de juiste manier verzorgt. Zeker ook met de accent op natural haar. Met natural bedoel ik in deze dan niet alleen maar kroes- en krullend haar, maar ook glad en golvend haar. Hoe ga je met dat haar om op de juiste manier? Welke producten gebruik je? Welke producten kan je beter laten staan? Er komt ook educatie over gezichtsverzorging, dus lezingen daarover. En er komt educatie over luizenbestrijding. We hebben bijvoorbeeld kindertehuizen of een kinderhuis. Hier hebben we uitgenodigd. Komen jullie om te luisteren, want luizenbestrijding dat wil wel eens voorkomen bij groepen die behoorlijk dicht bij elkaar blijven. Dus scholen, kindertehuizen, internaten, die hebben vaker wel last van luizen. En dan geven wij tools mee waarmee ze dat zouden kunnen aanpakken. En daarmee zou ik ook wel willen aangeven dat we ook de scholen in Wanica en Para hebben bezocht om ze uit te nodigen. Persoonlijk zijn we bij de scholen langs gegaan. Het was heel leuk om de respons te zien. En ook de interesse in de beautybranche. Dat ze dus niet alleen denken van hey, ik moet er goed uitzien, maar ook dat ze willen gaan werken in de beautybranche. Dus ook daarover gaan we lezingen hebben waar we ze uitleggen wat voor vervolgopleidingen er zijn voor wat schoonheidsverzorging betreft. Ja, nou dat was een mondvol. Jullie hebben in ieder geval wel, jullie hebben het goed doordacht voordat jullie over zijn gegaan tot het uitvoeren. Maar wat was de eigenlijke aanleiding om te zeggen, we hebben er behoefte aan dat er evenement is die zelfs ook op de scholen gepromoot wordt? Ja, nou... Zoals ik al aangaf, zijn wij sowieso al altijd educatief bezig geweest, maar dan alleen maar op het gebied van haar. En het toeval wil dat we een nieuwe retailpartner erbij hebben voor Design Essentials en Eden Bodywork in Lelydorp, hier aan de Van Hattemweg. En ik vertelde dan over het feit dat ik heel graag zo'n event ook hier zou willen houden. En het bleek dat de eigenaar het nog groter zou willen aanpakken. Dus niet alleen het accent zou willen leggen op haar verzorging, maar dat hij zoiets had, laten we het dan groter aanpakken, want hier de ruimte leent zich ervoor. En het is niet alleen maar een kapsalon, maar we hebben verschillende ruimtes voor al die andere behandelingen. Dus laten we lekker uitpakken. Laten we er niet een hair experience van maken, maar laten we er een beauty life experience van maken. En dat is het dan ook geworden. En als u moet kijken, hè, u zegt jullie gaan ook lezingen geven. Vindt u wel dat er genoeg aandacht wordt besteed aan hoe moet ik het uitleggen, die beauty time with yourself? Want het is best belangrijker dan we denken. Ja, vaak denken wij dat het heel oppervlakkig is, beauty. Maar het blijkt dat als je goed bent voor je lichaam, als je begint met je lichaam, je goed kleden, je verzorgen, dat je gewoon beter voelt. Denk alleen maar aan het feit als je een keertje een beetje sipjes voelt en je pakt wat rode lippenstift en je zet hem op. Dat doet al wat. Je begint al die richting op te gaan om jezelf beter te voelen.
Ja, en los van die lezingen, ik bedoel, los van dit evenement, is het de bedoeling dat jullie ook andere lezingen willen gaan geven, dan niet per se dat het een weekend wordt, maar jullie bijvoorbeeld naar scholen gaan, verschillende groepen, hoe ziet dat voor jullie eruit? Ja, we gaan sowieso dit event gebruiken om de markt af te tasten, de behoeften te peilen bij de mensen en daar gaan we dan zeker op inspelen. En het is echt wel onze bedoeling om een beetje te decentraliseren. Heel veel gebeurt op Noord en in het centrum, in Paramaribo, maar er is weinig wat er gebeurt in Wanica en Para, terwijl daar ook een behoorlijke bevolkingsdichtheid bestaat. Met dezelfde behoeften als de mensen in het centrum en in Paramaribo, of in Paramaribo en het centrum. Dus we gaan wel degelijk uitbreiden naar behoeften, laten we het zo noemen. Oké, en dan gaan we kijken naar dat gedeelte van self-care, toch? Want uiteindelijk is dat ook de aanleiding geweest om dit te doen, als je hem goed bekijkt. Self-care, anno 2023, je bent een moeder, je hebt 3 kinderen, uiteindelijk kom je er maar niet aan toe. Hoe belangrijk is het dat vrouwen of zowel ook mannen zich bewust gaan zijn dat het normaal is om tijd apart te hebben voor jezelf en to focus on yourself? Ja, ik denk dat het van, je hebt een scenario geschetst als voorbeeld, maar het is precies mijn situatie. Je bent moeder en je hebt 3 kinderen. Ja. En wat ik bij mezelf merk, dus ik kan mezelf gewoon als voorbeeld nemen in deze, is dat eigenlijk net als wanneer je in een vliegtuig zit, dat advies wat ze geven van als er een ramp plaatsvindt, zet eerst dat masker voor jezelf op en zet dan dat masker voor je kinderen. Het geldt gewoon, dat merk ik. Als ik mezelf verwaarloos, dan kan ik er niet optimaal voor mijn kinderen zijn. Terwijl als ik goed ben voor mezelf, dan lukt het mij wel degelijk. Maar hoe vind je als moeder die balans wel om te zeggen van, ik let op mezelf, maar dan ben ik tegelijkertijd ook, daar voor mijn kinderen. Want ik denk dat vele vrouwen nog een beetje struggelen met een balans creëren in dit alles. Ja. Wat ik zelf doe is, ik heb heel veel hulp extern. Mijn moeder die helpt vaak mee. Ik heb ook vrienden die mee helpen. En op die manier lukt het. Ik bedoel, je moet gewoon plannen en het doen. Ik praat ook veel met mijn kinderen, dat ik ze uitleg dat ik me ook gewoon happy moet voelen voor mezelf. Om lief en aardig tegen hun te kunnen blijven zijn. En ze begrijpen dat. Kinderen begrijpen veel meer dan je denkt. Wat ik ook zou willen zeggen, is dat we met dit event ook hebben gedacht aan de gezinnen met kleine kinderen. Want we beseffen dat dat wel eens een uitdaging kan zijn en dat je dan snel denkt van, ik kan niet uit huis, want ja, weet je, wat oppas voor de kinderen. Maar we hebben dus een hele kidzone met kinderattracties. Springkussen, schminken, poffertjes, van alles, treintje gaat hier rondrijden. Dus de ouders met kleine kinderen, die kunnen ook komen, want hun kinderen die hebben genoeg te doen, terwijl zij lekker aan de slag kunnen en voor zichzelf kunnen zorgen of kunnen kijken wat er te halen valt om voor zichzelf te kunnen zorgen. Ja, geweldig. U gaf ook aan, want u zei niet alleen de focus, wanneer we het hebben over natuurlijk haar, over krullend haar en kroes, maar ook glad haar. Want ik denk dat wanneer we de focus leggen op natuurlijk haar, denk ik gelijk aan kroes of krullend haar. Dus vindt u dat die bewustwording wel aanwezig is als het gaat om glad haar heeft ook goede verzorging nodig. Het is natuurlijk haar van een bepaalde type. Ja, wij hebben altijd, ik ben al 8 jaar in Suriname actief. Educatief wat haarverzorging betreft en ik heb altijd in alle interviews en uitingen naar buiten toe aangegeven dat wanneer wij praten over natuurlijk haar, dat we het over al die 4 haartypen hebben, dus glad, golvend, krullend en kroes. En ik heb ook in mijn
mijn ervaring met deze haartypes gemerkt dat inderdaad ook de mensen met glad haar, waar mensen met kroes en krullend haar denken dat mensen met glad haar en golvend haar makkelijk haar hebben, maar die ook bij me kwamen om te vragen van hé, mijn haar pluist of er zijn klitten in of mijn dochtertje klaagt als ik haar haar kam, het doet pijn. Het gebeurt ook bij de glad en golvend haarige. Dus ik vind persoonlijk dat er wat meer bewustwording kan komen wat dat betreft. Dus dat niet alleen het krullend en het kroeshaar een uitdaging kan vormen, maar dat het ook bij glad en golvend haar kan zijn. En ik ben heel blij dat we een lijn hebben, twee lijnen hebben, die daar behoorlijk invulling aan geven. Die er invulling aan geven, inderdaad. Ja. Ja, en ouders, want ik heb het bij mij gezien. Ik heb een hele andere haartype. Mijn moeder, haar is glad, toch? En ik heb een hele andere haartype. Denkt u niet dat het ook moet gebeuren dat jullie die ouders bijvoorbeeld educaten? Want mijn moeder kon letterlijk alleen twisten voor me. En I love her very much, maar ze zei het ook zelf. Ze kan alleen maar twisten omdat haar echt glad is. Ze weet er niet mee om te gaan. Dus hoe willen jullie daarop inspelen? Nou, we kunnen ouder-kind cursussen geven. Dat hebben we al gedaan. Nogmaals, als er behoefte is, dan spelen we daar gelijk op in. Nou, mevrouw Brug, u heeft me heel erg nieuwsgierig gemaakt. Ik denk dat ik er volgende week zelfs langskom. En dank u wel dat u tijd vrijgemaakt heeft om met ons te zitten vandaag. Ja, heel graag gedankt en ook heel hartelijk bedankt voor deze gelegenheid. Prima, heel veel succes. Dank u. Amisha, je hebt zo'n beetje in het vorige gesprek verteld dat je op zoek was naar je eigen of naar producten voor je eigen haar. Je hebt heel mooi haar, maar dan nog is het een beetje moeilijk om producten soms te vinden. Hoe heb je dat ervaren? Nou, in het begin was het zo dat niemand echt wist om met mijn haar om te gaan. Ik had eigenlijk toen eerst glad haar en dan begon hij zelf wel te evolven, evalueren. En dan begon ik wavy en dan curly en dan wist niemand meer om met mijn haar om te gaan. En ik heb het ervaren als een heel moeilijk proces, want van plotseling glad en dan mijn krullen verliezen na mijn eerste behandeling om straight te maken, vond ik hem zo zielig. Ik keek naar mezelf in de spiegel en ik was van waarom kan ik mijn krullend haar niet houden? En dan ben ik, toen ik oud genoeg was, ben ik dan zelf eigenlijk op zoek gegaan naar producten. Eerst begon ik in de winkel, daarna bij de drogist, om te kijken dan wat voor producten eigenlijk goed voor mijn haar zitten. En we weten allemaal, de struggle is real met krullend haar. Vertel ons een paar dingetjes waar je elke uitdaging hoort, waar je tegenaan loopt wanneer je producten moet zoeken. Je koopt je product eerlijk. Om geld te spenden, je bent heel bang om zomaar iets te kopen en dan zie je het werkt uiteindelijk niet voor je. Dus ik moest dan echt rustig elk ding gaan lezen in de winkel om te kijken of het echt een product voor mij was. Of ik hem gewoon dan moest laten en dan weglopen en dan gewoon mijn haar weer op in een bal zetten. En zeggen van, ja vandaag ga ik mijn haar gewoon dat doen en dan ben ik klaar. Amisha, maar waar is dit alles begonnen? Waar is Queen's Palace? Of zeg ik weet dat ik het goed zeg, waar is het allemaal gestart? Het heet eigenlijk Beauty Mansion Queen Palace. En het is allemaal gestart in een kleine ruimte waar mijn tante haar bezig hield met eyelashes. En haar klantenkring was groot, maar het grootste deel was in de stad. Dus heeft zij dan de stap genomen om dan naar de stad te verhuizen, zodat ze er zelf eigenlijk kan gaan, zodat ze alles kan, Beter kan uitbreiden, zeg maar? Beter kan uitbreiden, zodat ze zichzelf beter kan uitbreiden. En het was een droom. En we zagen dat er potentie was, vooral in Wanica en Para, want we wonen in de grens. Van Hattemweg is echt de grens van Wanica en Para. Dus wij hebben de potentie gezien van mensen in Wanica en Para en hebben gezegd van, laten we verder gaan. We hebben verder onze investeringen gedaan en we hebben onszelf geschoold om dus dit
van een droom naar een werkelijkheid. Te maken, maar het is heel mooi en heel groot. En eigenlijk heb je niet zoiets hier, hè, op Para. Jullie zijn volgens mij de enige zo groot. Ja, we zijn werkelijk de enige die zo groot zijn. En we stappen niet hier, we gaan er verder. Want dit is maar het begin. Oké, en waarop focussen jullie voornamelijk? Want gaf het ook tijdens het interview met mevrouw Brug gaf ze aan van sessies verzorgen. Is het ook de bedoeling dat jullie daarop focussen? Ja, we zijn zelfs ook nog bezig met faculteiten. We willen zelfs beginnen met een kleine schooltje aan de kant. Zodat men zichzelf ook kan scholen en ook adviezen. Adviezen kunnen vragen en ook dat ze, hun zelf kunnen gaan uitvinden in de schoonheidsindustrie. Ja, want het is eigenlijk gewoon een industrie, een belangrijke industrie, want alles bijna als je een keertje met je haar hebt gedaan, je nagels en zo, we weten hoe het allemaal aan toe gaat. Maar je gaf dus aan een kleine school beginnen. Vinden jullie dat er genoeg bewustwording is als het gaat om deze industrie? Ik denk dat mensen nog het zien als oké, ik ga gewoon mijn haar doen en dat is het. Precies, maar wij willen vandaar dat wij eigenlijk willen gaan uitbreiden. En dit is ook niet alleen voor de districten Wanica en Para, ook voor Paramaribo en de andere districten. We willen eigenlijk dat iedereen bewust wordt van dat ze, zeg, je wilt een dagje echt goed eruit zien. Niet een dagje, je wilt elke dag goed eruit zien. Maar je moet ook aan jezelf denken, je zorg. Van, je bent de hele dag bezig. Bijvoorbeeld, ik ben schoolgaande. En ik weet, ik heb niet altijd tijd om aan mezelf te gaan werken. Dus dan wil ik wel graag ergens zijn waar ik mezelf even kan, dat ik kan uitblazen. En dat ik dan rustig aan mezelf werk. Zodat ik ook weet geestelijk dat ik geestelijk. Gewoon tot rust ben gekomen, je hebt op jezelf. Ik begrijp helemaal waar je naartoe gaat. En het gaat om een evenement, jullie hebben 25 en 26, waarbij jullie de focus daarop leggen. Wat is je boodschap voornamelijk naar ouders die eigenlijk hunzelf verwaarlozen als het gaat om hun zelfkeer? Wat zou jij als boodschap aan ze geven? De boodschap die we willen geven aan zowel de vrouwen als tienermeisjes, eigenlijk de moeders, laten we daarop even focussen. De moeders, we willen, ze zijn eigenlijk structureel en emotioneel, onderdeel, meer als, ze zijn echt de mama in huis die aan iedereen denkt. En mama wil ook een beetje goed voelen. Dus waarom niet dat ze een dagje ergens kan gaan, maar waar ze er niet druk te maken, want ze weet zeker dat de kinderen veilig zijn. Ja, precies. Ze moeten ook aan hunzelf denken. Precies. Kijk, van eventjes een me-time. Ik ga nu bezig zijn met mezelf en ik weet gerust mijn baby's of mijn kinderen zijn. mijn kinderen zijn. Well taken care of. Ja, prima. Ik zei het al aan mevrouw Brugge, ik kijk er in ieder geval naar uit. Ik merk ook dat jullie je producten hebben die jullie hier verkopen. En bedankt dat je tijd vrij hebt gemaakt om met ons te zitten vandaag. En ik ben heel, heel, heel gauw weer terug. Ja. En dat waren dus mevrouw Brug en Amisha. U heeft het zelfs gehoord, Queen Palace behoort de familie Shubarantu. En het is niet alleen dat je hier kan komen voor je haar, maar er zijn genoeg andere diensten die zij leveren. Een hele mooie plek. Ze hebben het ook aangegeven, het is belangrijk dat mensen in het algemeen zich gaan scholen over de haartype. Wat voor haartype heb je? Welke producten passen het best bij je? En voor de moeder zou ik zeggen, vergeet het niet, op de eerste plaats ben je mens. So take care of yourself. Dat was het wat betreft dit gedeelte van In Gesprek Met. Gaat u niet weg, want er volgt nog een tweede deel. Kijkers, welkom bij het tweede deel van In Gesprek Met.
In dit deel gaan we een beetje op de medische toer, maar wel over een heel belangrijk onderwerp. En dat is het HIV-vraagstuk van Suriname. Want afgelopen zaterdag is er een HIV-symposium gehouden om artsen, zaalartsen, HIV-verpleegkundigen, artsen in opleiding, iedereen die eigenlijk in de medische wereld zit, om zich een beetje bij te scholen over waar Suriname op dit moment staat met het geheel HIV-gebeuren. En daarbij gaan we een gesprek hebben met de internist-infectioloog Dr. Lieke Wachi. Dr. Wachi, goedendag en welkom in ons programma In Gesprek Met. Goedemiddag, welkom ook. Ja. Helemaal. Zoals u had gehoord in mijn intro heb ik aangegeven dat we met een internist-infectioloog gaan praten. Dus ik ben er zeker van dat mijn kijkers zich zullen afvragen, wat doet nou een internist-infectioloog? Want men weet, je hebt de internist en je hebt de infectioloog en u bent beide. Dus kunt u ze een beetje bijscholen hoe wat precies uw functie is? De interne geneeskunde is een heel breed vakgebied die eigenlijk gaat over alles wat binnen in de mens gebeurt. Over hormonen, over de nierfuncties, over allerlei bloedwaarden, maar ook over infecties. En vroeger deed een internist alles, alle onderdelen van de interne geneeskunde, maar het is zoveel geworden dat het tegenwoordig in subspecialismen, dus kleinere onderdelen, verdeeld wordt. Dus de meeste internisten doen niet meer alle interne geneeskunde, maar de laatste 2 jaar van je opleiding kies je welk onderdeel je gaat doen. In mijn geval was dat infectieziekte, maar er zijn ook internisten die internist-nefroloog zijn, of internist-oncoloog, of internist-vasculaire geneeskunde. Er zijn verschillende vakgebieden binnen de interne geneeskunde. U heeft gekozen voor infectieziektes en dat is wat ik aangaf. HIV is ook zo'n infectievirus, want je wordt ermee geïnfecteerd. Afgelopen zaterdag was er een HIV-symposium waarbij we wat extra informatie hebben gekregen. En we vroegen ook om wat data, dus we gaan de mensen hun mind een beetje refreshen. Wat is het percentage van Surinamers dat besmet is met het HIV-virus? Ongeveer 1,5% van de Surinaamse bevolking leeft met HIV. Dat wisselt heel erg per groep waar je naar kijkt. Maar gemiddeld is het ongeveer 1,5%. HIV is een ziekte dat je krijgt door, of als ik me niet vergis, als ik mijn biologielessen goed heb onthouden, door bloedcontact, door geïnfecteerde needles, dus ik bedoel spuiten, of door omgang te krijgen met iemand die geïnfecteerd is als je geen condoom hebt gebruikt. Is HIV op dit moment een doodstraf? Nee, HIV is geen doodsvonnis meer. Dus vroeger, hè, als je HIV geïnfecteerd raakte, dan werd je onherroepelijk heel erg ziek en die ziekte was eigenlijk niet goed te behandelen. Dus helemaal aan het begin van de HIV-AIDS-epidemie was eigenlijk iedereen die HIV kreeg ten dode opgeschreven. Gelukkig is dat nu heel anders. Dus we zien nu dat we hele goede medicijnen hebben om HIV te behandelen. Zo goed dat mensen die HIV hebben, als ze op tijd gediagnosticeerd worden, dus als op tijd de diagnose gesteld wordt, is hun levensverwachting hetzelfde als die van mensen zonder HIV. Dus mensen kunnen nu gezond oud worden, terwijl ze HIV hebben. Het is een chronische ziekte. Ze moeten wel de rest van hun leven medicijnen gebruiken, dus het is niet dat je een kuur gebruikt en dat het dan over is. En u heeft helemaal gelijk, je kan het inderdaad krijgen door bloedcontact of door seksueel contact. En in Suriname is de meest belangrijke route van overdracht door seksueel contact. Ik heb ook een beetje gemerkt dat in Suriname er veel de verwarring wordt gebracht tussen HIV en AIDS. Kunt u een beetje uitleggen wat precies het verschil is tussen HIV en AIDS? Ja, dat is een hele goede vraag. HIV is de naam van het virus wat de infectie geeft. En AIDS is de naam van de aandoening die je krijgt als je het HIV-virus niet behandelt.
Dus wat er gebeurt als je geïnfecteerd raakt met HIV, dus stel je hebt onbeschermd omgang gehad met iemand die HIV positief is, dan komt het virus via de penis of de vagina het slijmvlies binnen. Daar gaat het een beetje doorgroeien, zich vermenigvuldigen. En vanaf daar kruipt het dan als het ware het bloed binnen. En in je bloed voelt dat virus zich heel prettig. Mensen merken aan het begin soms dat ze een beetje grieperig zijn. Ze voelen zich koortsig, een beetje koud. Ze hebben vaak wat keelpijnklachten. Maar die klachten gaan net als bij griep vanzelf weer over. Dus de meeste mensen laten zich op dat moment niet op HIV testen. En in de jaren daarna gaat dat HIV-virus zich in het bloed steeds verder vermenigvuldigen. En daarbij maakt het onze afweercellen kapot. Die afweercellen noemen we CD4-cellen. En u moet zich voorstellen dat zijn als het ware de soldaten van het lichaam. Die moeten ons beschermen tegen andere infecties. Infecties met bacteriën, schimmels, virussen. Alle mogelijke ziekteverwekkers die bij de mens ziekte kunnen geven, worden normaal gesproken door die afweercellen, CD4-cellen, op afstand gehouden. En vanaf het moment dat dat HIV in je lichaam binnenkomt, dus het HIV-virus, en het moment dat je afweer zo slecht is dat je daar klachten van krijgt, nou, daar kan gemiddeld wel iets van 18 jaar tussen zitten. Dus dat duurt heel lang vanaf het moment dat je de infectie krijgt, tot het moment dat je klachten begint te ervaren. En dat is meestal pas als het CD4-aantal beneden de 200 is gezakt. En bij gezonde mensen, mensen zonder HIV, is het ongeveer 1000 CD4-cellen. Dus in de jaren dat je HIV hebt, langzaam daalt dat aantal CD4-cellen tot het zo laag wordt dat je afweer niet meer goed werkt. En dan krijg je klachten zoals afvallen, diarree, mensen krijgen longontstekingen met bacteriën of virussen die gezonde mensen niet ziek maken. Mensen kunnen schimmels in hun mond krijgen, diarree, huidafwijkingen, allerlei infecties en symptomen waar je geen last van hebt als je afweersysteem gewoon goed kan werken. En dan noemen we het dus AIDS, het moment dat het aantal CD4-cellen onder de 200 is gezakt en dat je klachten krijgt. Is het wel mogelijk als je in de fase bent van AIDS, dat je wel de ommekeer kan maken als je therapie trouw blijft? Of als je aan medicatie begint, dat je zegt je bent zodanig ziek en je komt erachter, de dokter zegt weet je wat, dit is geen HIV meer, dit is AIDS omdat het te lang is gebleven in je lichaam. Bestaat de mogelijkheid wel dat zo'n persoon de ommekeer kan maken door therapie trouw te zijn en te blijven? Ja, gelukkig wel. Dat is een hele goede vraag. Maar zelfs mensen die met een heel laag CD4-getal binnenkomen met allerlei infecties die in hele slechte toestand zijn, kunnen we er weer helemaal bovenop krijgen meestal. Het is wel hoe later je uitvindt dat je HIV hebt en hoe meer andere infecties je erbij hebt, hoe langer het proces is voor je afweer weer goed hersteld is en hoe meer hobbels er vaak op de weg zitten. U kan zich voorstellen als je de eerste keer de dokter ziet als je nog maar 5 CD4-getallen hebt, dat zijn sommige mensen die zo laat pas komen. Dan heb je niet maar één andere infectie, dan heb je allerlei andere infecties inmiddels gekregen. En dan heeft je lichaam daar toch al wat problemen mee. En dan, ja, dan verloopt dat herstel vaak wel wat hobbelig. Dus de behandelen de eerste infectie, bijvoorbeeld een longontsteking. Dan gaat het even beter, maar dan ontstaat er een huidinfectie. Dan moeten we die behandelen. Dan gaat het weer even beter. En ondertussen geven we remmers en neemt het afweersysteem dan weer toe. Dat kan dan weer herstellen. En dan uiteindelijk kan iemand weer een helemaal normale afweer krijgen en gewoon gezond leven. We gaan het proces even nagaan. Want we weten, u bent een internist-infectioloog.
Wanneer iemand met HIV is gediagnosticeerd, wordt die persoon gelijk verwezen naar een internist-infectioloog of blijft die eerst onder behandeling van zijn of haar huisarts? Want ik denk dat daar men ook bijna het verschil ook niet kent. Dus dat ligt een beetje aan wat voor klachten iemand heeft en of de huisarts getraind is in het behandelen van HIV. Een deel van de huisartsen in Suriname heeft veel ervaring met HIV en de behandeling daarvan. Die voelt zich daar ook vertrouwd mee. En de afspraak is als mensen een HIV-infectie hebben zonder dat er allerlei problemen bij zijn en klachten bij zijn. En als het afweersysteem nog niet zo slecht is, dan mag de huisarts dat zelf in de huisartsenpraktijk behandelen. Mits die huisarts zegt, ik voel me daar goed genoeg getraind in, ik kan dat. Bij huisartsen die daar minder ervaring mee hebben, of patiënten met andere ziektes erbij, bijvoorbeeld mensen die ook een nierprobleem hebben, en bij patiënten met AIDS, dus met echt klachten bij die lage afweer, de afspraak is dat die allemaal naar het ziekenhuis komen om door de infectioloog behandeld te worden. Dan gaan we nu overstappen naar medicatie. Hoeveel soorten medicatie hebben we in Suriname? De precieze aantal van het aantal HIV-remmers in Suriname weet ik niet. Maar we hebben een paar grote groepen. De belangrijkste groep is een combinatiepil waar drie medicijnen samen in één pil zitten. En dat is heel goed, want dan hoeven mensen dus maar één pil één keer per dag te gebruiken. Dat is ideaal, want vroeger moesten mensen vaak op twee of zelfs drie verschillende momenten op een dag meerdere pillen gebruiken. En dat kwam dan heel precies op welke tijdstip ze het innamen. Nou, ik kan zich voorstellen dat dat heel ingewikkeld is voor mensen om meerdere keren per dag precies op tijd meerdere pillen te moeten drinken. Dus de meeste mensen staan nu op één keer per dag één tablet. De mensen die medicijnen niet goed kunnen verdragen, bijvoorbeeld omdat ze een probleem met hun nieren hebben of een ander probleem waardoor die medicijnen niet gegeven kunnen worden, daar hebben we een aantal andere opties voor. Maar het zijn niet zo heel veel opties. Dus wereldwijd zijn er heel veel verschillende combinatiepillen om HIV te behandelen, dus medicijnen waar verschillende soorten medicatie in één of meerdere pillen gecombineerd is. We hebben hier in Suriname niet zo heel veel keuzes, dus als je de eerste therapie niet goed verdraagt, dan kunnen we nog naar iets anders. Daarna kunnen we nog naar iets anders, maar dan is het wel een klein beetje op qua mogelijkheden. En dat is ook de reden dat we het zo belangrijk vinden dat mensen hun medicijnen goed in blijven nemen. Want wat anders is dat bij HIV dan bij bijvoorbeeld hoge bloeddruk of suiker, is als je de medicijnen niet goed gebruikt, kan het HIV-virus ongevoelig worden voor de medicijnen. Dus dat HIV-virus kan een soort trucjes verzinnen, waardoor de medicijnen als het ware afgebroken worden. Dus als jij als HIV-patiënt bijvoorbeeld een dagje je medicijnen neemt en dan een paar dagen niet en dan weer een dagje wel, dan gaat het uiteindelijk niet meer helpen. En als je daarna toch weer denkt, oh ja, ik moet echt elke dag gebruiken, ik ga weer mijn best doen, dan kan het zijn dat het HIV-virus niet meer op die medicijnen werkt. Dan zeggen we dat het resistent is geworden. En dat is gevaarlijk, want als je eenmaal ongevoelig of resistent voor die bepaalde medicijnen bent, dan hebben we dus niet zo heel veel andere opties beschikbaar. En het kan zijn, dat hebben we helaas heel af en toe, dat er geen medicijnen meer beschikbaar zijn voor patiënten, omdat er vaker problemen zijn geweest met het innemen van de medicijnen. En dat mensen dus overlijden aan de HIV, omdat er geen therapie meer voor ze is. We hebben het ook gehad over, want je had een interessante truitje aan, NSN. Misschien kunt u dan ook daar over meer wat vertellen?
Ja, dus ik zei net al dat als je HIV hebt en je wordt goed behandeld, dat je levensverwachting tegenwoordig heel goed is. Dus je kan gezond oud worden, je hoeft niet meer jong dood te gaan, je hoeft niet meer ziek te worden. Dus dat is een heel goede ontwikkeling. En wat een andere hele goede nieuwe ontwikkeling is, is dat we tegenwoordig weten dat als je HIV hebt en het virus is goed onder controle door de medicijnen, dat je het virus ook niet meer op anderen kan overdragen. Dus op het moment dat je start met HIV-remmers, gaat dat virus in het bloed, wat ik net vertelde, wat zich daar zo lekker voelt en die afweercellen langzaam afbreekt. Dat virus wordt door de medicijnen geremd en gaat dan in het bloed helemaal weggaan. Er gaat geen virus meer in het bloed zijn. Die afweercellen kunnen weer opbouwen en zo bouwt je weerstand weer op. Het virus blijft wel verstopt zitten in een aantal organen, dus van binnen, in je botten, in je milt, in de darmwand, in je lymfeklieren, dat zijn die kliertjes die je in je nek bijvoorbeeld hebt. Dus als iemand stopt met de HIV-remmers, komt het virus weer terug in het bloed. Dan komt het weer uit die verstopplaatsen. Maar zolang er geen virus in je bloed zit, zit er ook geen virus in de vagina, zit er ook geen virus in het sperma, dus in de penisvloeistoffen. En kan je dus ook met bloedcontact of seksueel contact het virus niet meer overbrengen, want er zit geen virus in het bloed en er zit geen virus in de geslachtsorganen. Dus dat is een heel belangrijk extra punt, ook als motivatie voor mensen om hun HIV-remmers te gebruiken. Als je die remmers trouw gebruikt, bescherm je jezelf tegen de nadelige gevolgen van de HIV, maar je voorkomt ook dat je anderen infecteert. En dat is ook heel gunstig voor jonge vrouwen met HIV die zwanger willen worden. Vroeger was dat heel ingewikkeld als je als vrouw HIV-positief was en je wilde zwanger worden van je HIV-negatieve man. Of andersom, de man was HIV-positief en wilde de vrouw zwanger maken. Dan kon dat, werd afgeraden om dat met normaal seksueel contact te doen. Maar nu, omdat we weten als je de medicijnen gebruikt dat je niet meer het virus kan overdragen, kunnen mensen dus ook op de natuurlijke, normale manier zwanger worden. Dus ze kunnen gewoon normaal seksueel omgang hebben en op de normale manier een baby krijgen. En ook op de normale manier van de baby bevallen. En waarvoor staat de NSN? De eerste N is voor niet meetbaar, dus dat er geen virus meetbaar is in het bloed. En de tweede N staat voor niet overdraagbaar. Oké. Dus als iemand bij wijze van spreken NSN is en die GN die is een trouwe gebruiker, u legde uit, je hebt bepaalde mensen die verschillende pillen per dag gebruiken. Is het raadzaam als zo iemand uit zichzelf wilt overstappen naar één pil per dag om het voor zichzelf te vergemakkelijken, bij wijze van spreken? Nee, dus de medicatie krijgen mensen altijd van de arts. Dus ze kunnen altijd vragen, is het mogelijk om iets van één pil te krijgen? Maar dat hangt dus af van bijvoorbeeld of de nieren goed werken, wat iemand eerder aan medicatie heeft gehad, welke andere ziektes er misschien ook meespelen, of andere medicijnen die iemand krijgt. Dus het hangt van een aantal dingen af. En hoe wordt er nagegaan als iemand het virus, dat als het virus zodanig laag is in het bloed? Wordt het via een labonderzoek gedaan? Ja, dat gebeurt via bloedonderzoek. Daar kunnen we een aantal dingen in testen. En bij iedereen die op de poli komt voor zijn controles, testen we altijd de viral load, dus de virusload. Betekent hoeveel virus er in het bloed zit. En dat is, we vinden het goed als daar staat ODG. Dat betekent onder de detectiegrens. En dat betekent weer dat het zo laag is dat de machine het niet meer kan meten. En dat is wat we willen, dat alle HIV-patiënten een ondetecteerbaar laag HIV-virus hebben, want dan beschermen ze dus, wat ik uitlegde, zichzelf, maar kunnen ze het ook niet meer verspreiden, het HIV-virus. En verder checken we op de poli ook
bijvoorbeeld de nierwaardes, dus om te kijken of er geen nierproblemen ontstaan door de HIV of door de medicijnen. We kijken of er geen bloedarmoede is, we kijken of de leverwaardes goed zijn. Dus we houden ook wat andere dingen in de gaten. En bijvoorbeeld bij vrouwen die leven met HIV weten we dat het risico op baarmoederhalskanker wat groter is. Dus we adviseren die vrouwen om regelmatig daarvoor te gaan testen. Dus we controleren onze patiënten heel goed op de HIV zelf, dus of het virus onder controle is. Maar ook op de problemen die door de HIV of door de medicijnen veroorzaakt kunnen worden. Aangezien er, net als wat u aangaf, als iemand HIV is, is geen doodvonnis meer. En mocht je het oplopen, is het streven ernaar dat iemand ODG is of NSN. Als zulke mensen nieuwe relaties willen stappen en dat we zeggen, de andere persoon is vrij open-minded. Wat zijn allemaal de stappen? Komt de persoon met zijn negatieve partner ook naar de arts om uit te leggen? Mijn partner weet, ik ben HIV, maar ik heb hem uitgelegd. Ik kan hem niet besmetten. Wat zijn eigenlijk de stappen die ik moet volgen, bij wijze van spreken? Dat is een hele goede vraag en dat zien we hier in de praktijk natuurlijk heel veel. Wat ik nog steeds heel moeilijk vind om te zien is dat er in Suriname zoveel stigma over HIV is. Dus ik hoop dat dit programma ook helpt om dat een beetje te verminderen. Dat is iets waar heel veel patiënten mee worstelen. Ze durven geen relaties aan te gaan. Omdat als ze tegen iemand zeggen, ik heb HIV, dan is er een kans dat diegene bij ze wegrent. Toch? Dat diegene zegt, met jou wil ik niks te maken hebben. Terwijl dat dus nu helemaal niet meer logisch is en niet meer realistisch is. Want mensen kunnen gewoon oud worden en zijn niet besmettelijk als ze HIV hebben en behandeld worden. Dus die vrees die in de samenleving heerst, die is niet meer terecht. Een deel van de mensen pakt het zelf heel flink aan, die durft het zelf aan zijn partner te vertellen. En die kan zijn partner ook heel goed uitleggen wat HIV is. En die gaan samen op internet zoeken en op die manier kunnen sommige mensen daar heel goed zelf uitkomen. Andere mensen hebben wat meer hulp nodig of vinden het gewoon prettig als de dokter het ook een keer uitlegt. En dat mag altijd, mensen mogen altijd hun partner meenemen, hetzij naar de arts of naar de HIV-verpleegkundige. We hebben hier twee verpleegkundigen op de poli die de patiënten ook rustig alles kunnen uitleggen en die ook vaak met partners erbij praten. Inderdaad over dingen als het risico op HIV-overdracht en waarom het zo belangrijk is om je medicijnen te gebruiken. Dat je veilig zwanger kan worden als je de medicijnen gebruikt en al die zaken. Maar ook dingen als hoe vertel ik het inderdaad aan een toekomstige partner. Tot slot, dokter Wache, want ik heb de tijd niet meer aan mijn zijde. We kruipen tegen het einde van het programma aan. Als internist-infectioloog, wat is uw boodschap naar de gehele Surinaamse boodschap regenderende deze ziekte? Ik denk dat de belangrijkste boodschap is dat HIV dus geen doodsvonnis meer is. HIV is een chronische ziekte die we heel goed kunnen behandelen. En mensen met HIV kunnen gezond oud worden en zijn niet besmettelijk mits ze hun medicijnen gebruiken. En verder is het belangrijk dus dat mensen zich laten testen, zodat ze weten dat ze HIV hebben. Want dat is de grootste gap nu in Suriname, dat zoveel mensen die HIV hebben niet van hun status op de hoogte zijn. Dus ik zou iedereen die dat nog nooit gedaan heeft, zich willen oproepen om zich te laten testen op HIV en dan niet bang te zijn voor het resultaat, want mocht het positief zijn, we kunnen je gewoon goed behandelen, je kan gezond oud worden. En laten we allemaal lief voor elkaar zijn en niet mensen met HIV veroordelen. Ik zeg altijd maar zo, bijna iedereen heeft onbeschermd seksueel contact gehad. In elk geval iedereen die een kind heeft, heeft minimaal één keer onbeschermd seksueel contact gehad. Dus there's no reason to judge. En seks hebben we allemaal en dat, op die manier kan je HIV krijgen. Maar het is niet zo dat alleen mensen die zich heel
losbandig seksueel gedragen HIV krijgen. Dus er is geen enkele reden om mensen met HIV te veroordelen of daar stigmatiserend over te zijn. Heel hartelijk dank voor dit informatief, luchtig gesprek, dokter Watje. Ik kom weer op bezoek, want dan gaan we dit echt wel, want er is nog veel meer waarover men moet weten en waarover men het niet weet. Maar alsnog heel hartelijk dank en ook bedankt voor uw ontvangst op uw poli. Helemaal geen dank, graag gedaan. Ja, kijkers, met het belangrijkste advies van dokter Watje, ken je status, laat je testen, zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van In Gesprek Met. In het eerste deel zag je Aranza Swedo die op bezoek was en zij sprak over beauty care bij vrouwen en om te weten welke haartype je allemaal hebt. En in het tweede deel zag je mij in gesprek met de internist-infectioloog dokter Lieke Watje die vertelde over het heel HIV gebeurde. Niet het heel, we komen er weer op terug, een van deze maanden, om er dieper op in te gaan. Maar mocht u deze aflevering hebben gemist, geen nood, de herhaling is morgenavond om 8 uur. Wij zien u volgende week terug met een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. Tot dan.